Gea uit Assen ligt in de clinch met haar broer Jan en zus Anja over de erfenis van hun ouders. De bonje ontstaat direct na het overlijden van hun vader, als er zonder overleg met Gea kostbare en minder kostbare spullen uit het ouderlijk huis verdwijnen. Ik voel me echt bezoden met het. Ja. Dat lijkt me tot heel... diepst op mijn hart. Maar ik kan nooit zo dement worden dat ik dit zal vergeten. Door de ruzie lukt het de kinderen maar niet om de erfenis te verdelen. Een notaris zet weliswaar een eindvoorstel op papier, maar het is uiteindelijk alleen Gea die komt tekenen. De zaak zit sindsdien muurvast. De gemoederen in deze familie lopen zo hoog op dat het zelfs leidt tot een aangifte van mishandeling. Gea's man stelt door Jan te zijn mishandeld. Zijn eigen zwager dus. Ze waren elkaar toevallig tegengekomen en toen de erfenis ter sprake kwam, zou Jan zomaar opeens naar hem hebben uitgehaald. Deze zaak loopt steeds verder uit de hand. Kan ik het schip nog keren of is het daar al te laat voor? Veel hangt af van Jan en Anja, maar natuurlijk ook van Gea zelf. Maar je zal misschien wel ergens inderdaad een beetje moeten schipperen of een beetje water bij de wijn moeten doen om het tot een oplossing te laten komen. Ja, dat heb ik al gedaan. En toch komt het niet. En dan, nu ga ik dan meer op, en dan ga ik nog meer op de strepen staan. Ja, nou, dat jullie koppig zijn, is één ding dat wat heb zeker je me is. Nu wel duidelijk gemaakt, ja, inderdaad. Dus dat kon wel eens heel erg lastig worden. En jij zegt wel dat je er helemaal open voor staat, maar je bent ook behoorlijk koppig. Dus je broer en je zus ook zo zijn. Ja. Nou. Ja, ga er maar aan staan. Het is weekend. Heel vroeg nog en Jan zou thuis moeten zijn. Mocht hij het gesprek met ons willen aangaan, dan is meester Katelijne van Barneveld erbij om de zaak juridisch te duiden. Moet je het voorstellen? Moet je het voorstellen? Ja. Ik kan het niet zien, zo boven. Hallo? Hoor je beweging? Jan? Hallo? Via een videoverbinding kijkt Gea gespannen mee. Dag Jan. Morgen. Hij drukt hem dicht. Dag Jan. Jan, ik wil heel graag een klein dingetje voor een beetje zeggen. Hoi. Hallo, ik ben Dennis. Hi. Jan. Dag. Ik ben Katelijne van Barneveld. Hi. Hallo, Jan. Hi, goedemorgen. Dag Jan. Ja, we overvallen je een beetje. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Ik zou heel graag even iets met jou willen bespreken. En ik hoop dat je daar tijd voor hebt. Ik denk dat dat voor iedereen wel denk ik goed is als we dat even misschien binnen doen of als je daar tijd voor hebt. Hij is nog vriendelijk, maar het is goed van Dennis dat hij niet zegt waarvoor het is, want dan was het al... Dan is hij al binnen. Ik ben hier namens je zus, Gea. Want... Nou, dan stappen we ook wel gelijk. Het is allemaal best jullie, maar ik ga je niet ermee. Nou, maar het alternatief is, namelijk Jan, dat als het nu niet wordt opgelost, hè, dan laat je Gea in feite geen andere keus dan het juridisch op te pakken. Nou, dat willen wij ook. Het wordt vanzelf een keer opgelost. Het wordt een gerechtszaak. En dan is het opgelost. Wordt vanzelf opgelost, zie, dat is het, hè. Dat is je termijnverstrijking. Dan ben je het geld wat je zou krijgen, ben je alweer kwijt. Waarom zou je dat op die manier willen? Ik kan er allemaal wel over zeggen, maar daar kom ik geen steek verder mee. Zij heeft alle spullen in het huis gehaald, wij niet. Het is net andersom. Zij heeft meer spullen dan wij. Ik ben niks afgescholen vanaf 2016. Ze heeft mij al 5 jaar zo verpest. Maar ja. Ja, dus wil je gehouden, wil je haar nu een soort van terugpesten? Juist, ik kan mij nog wel 5 jaar nu. En nog wel 10. Als ik haar overleef. Oh, hij wil terugpesten. Wat heb je dan? Ja, daar heb je niks aan. Maar 5 jaar, 10 jaar maakt hem niet uit. Ja, wat een koppige Jan toch wel, hè? Je zag hem denken. Ik zag ook een opening, ja. Gaan we nu even bij Anja, maar ze zullen wel gebeld hebben. Maar... Ja, ik denk het ook. Ik zie niemand. Nee. We blijven een tijdje hangen en dan komt het toch tot een ontmoeting met Anja, die inderdaad al door haar broer ingelicht blijkt te zijn. Anja. Ja. Hoi, ik ben Dennis. Van je broer. Van Jan. Weet ik. Bijna 6 jaar en het is een spelletje. Laten wij nou eens kijken of wij op 1 A4 op kunnen schrijven van... Er liggen bij de notaris liggen nog wat sieraden.
Er is een auto is er verkocht voor 9000. Het zijn misschien twee, drie puntjes. Je, kijk, weet je, als je bij de notaris het geld loskrijgt, dan schrijf je dat toch gewoon van de auto wat gewoon toch verrekt. Ja, nou, maar als we dat dan opschrijven. Nee, maar dat is ook geen probleem. Dat moet wel beschreven zijn. Ik heb al bij de notaris gezegd. Ja. Die had gezegd, die notaris zei tegen mijn broer van, geef dat geld van die auto maar even. Toen zei mijn broer, je krijgt helemaal niks meer. Want je bent al 5,5 jaar bezig. Dat kan ook verrekend worden op het moment. Ja. Ja, dat klopt. Maar dat is in ieder geval duidelijk. Dus dat is al 5,5 jaar. Maar dan blijft er toch niet zoveel meer over? Wat er overblijft is nog wat inboedel. En de sieraden. Geen inboedel meer. Nou, dan is dat... Ik heb het allemaal leeggehaald, mijn broer. En ik kon het opruimen en schoonvegen. Ja. De stofzuiger was nog weg. Dat is natuurlijk... Dan dat haar verhaal is dat alles naar een loods is gegaan. Als ik dan aan Jan vraag of wij in die loods mogen kijken... Ja, maar zo gaat het wel. Het gaat twee kanten op, snap je? Het is niet duidelijk. Dat zij benadeeld wordt. Ja. Dat is niet waar. En dat kunnen we niet... Het is een echte ramp. Dit stukje wat er nu is, dus ook nog de groot dingetje is, zijn die sieraden. Ja. Maar laten we dat gewoon verdelen. Want als dit namelijk niet wordt opgelost, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat geld inderdaad helemaal niet vrijkomt van het huis, maar dat dat nog jaren gaat duren. Als er een omdat procedure... er geprocedeerd moet worden. En dat kan wel heel lang. Dat wil niemand. Nou is mijn vraag, wordt het in augustus niet gewoon automatisch vrijgegeven? Is zij dan degene die dat nog tegen wil houden of niet? Dat echt open in? Ze staat echt open voor een oplossing. En ik heb nu het gevoel dat we zouden het zomaar kunnen oplossen. Nou, leg maar en jullie er alle drie maar iets op. Oké, is goed. We komen bij je terug. Nou, de deur staat op een kier. Nu moeten we doorpakken. We willen de nog te verdelen spullen in kaart brengen en een nieuw eindvoorstel op papier zetten. Eentje waarmee alle partijen wel akkoord moeten gaan. Ik wil dit oplossen. Ik wil dat gewoon op een eerlijke manier gaat. En dat het nou dat spul wat bij de notaris ligt. En mijn zus heeft nog wat meer spullen. Dat moet gewoon bij de notaris. En dat moet gewoon verdeeld worden namens de wet. Er zijn nog wat spullen bij de notaris. Die liggen daar. Ik hoop het dat ze er nog liggen. Jij weet niet wat daar ligt? Nee, ik ben er niet meer geweest. Nee. We laten Gea daarom op afspraak langsgaan bij de notaris. Om de sieraden die in de kluis liggen te fotograferen. Maar... ze wordt afgepoeierd. Zo, hoe was het? Ja, nou ja, wat het doel was om bij die sieraden foto's te maken, dat kon op dit moment niet gebeuren, want de kluis moet geherstructureerd worden. Dat moest maar een andere keer. Een andere keer? Ja. Als in? Ja, geen idee. Hoe lang ben je een kluis aan het herstructureren? Geen idee, dat waren zijn woorden. Dus jij hebt nu gewoon de spullen die daar liggen? Niet gezien. Niet gezien? Nee. Dat is toch raar? Ja. Daar kwam je toch voor? Ja. Gea maakt maar weer een nieuwe afspraak. En ondertussen werk ik verder aan een nieuwe verdeling. Grootste punt van discussie is een ring van hun moeder. Volgens Anja heeft zij die bij leven van haar vader gekregen... en hoort die dus niet bij de erfenis. Anja zegt dat te kunnen bewijzen... maar Gea gelooft er op voorhand al helemaal niks van. Nee, maar goed, ze maken bewijzen. Jullie hebben het niet door. Ik heb dat nog niet gezien. Ik heb nog geen bewijs gezien. Ik heb ook nog geen bewijs gezien. Ach, er komen verhaaltjes waar iedereen weer intrapt. Zo gauw ze de mond open doen, ben je gewaarschuwd. Gea acht haar broer en zus tot alles in staat. Maar zo'n vaart zal het toch allemaal niet lopen, lijkt me. Of zie ik dat toch verkeerd? Het antwoord laat niet lang op zich wachten, want we doen een bizarre ontdekking die aan de ene kant alles compleet op zijn kop zet... maar aan de andere kant ook een heleboel duidelijk maakt. Namelijk dat Anja de boel gewoon flink aan het besodemieter is. En broer Jan, die zich tot nu toe wijselijk stilhoudt, die zit ook in het complot. Het gaat nog slechts om een handjevol sieraden. Die liggen veilig in de kluis bij de notaris. Althans... Ik ben boos om wat ik nou net te horen gekregen van de notaris. Dat mijn broer en zus de spullen al onrechtmatig meegenomen hebben hier zo. En dat de notaris het niet teruggegeven is. Ik vind het gewoon crimineel gedrag. Wees alsjeblieft op je hoede. Pas op, al die leugens. Pas op. Ik ga Anja bellen. Die weet natuurlijk niet dat we straks gaan proberen haar te confronteren. Ik ben ook benieuwd of ze die leugentjes vol gaat houden. Daar gaat hij. Hallo, met Anja. Dag Anja, met Dennis van de Geest. Oh, hoi. Die spullen die liggen bij de notaris. Wat ligt daar nou precies? Een armband. Ja. Twee ringen. Ja.
En een ketting. En een ketting. Dus er liggen daar in totaal nog vier dingen bij de notaris, wat we zouden moeten verdelen. Ja. Oh ja, en zo'n horloge, maar die is niet echt zilver, dat is gewoon een metalen horloge. Ja, die zou daar dan ook nog liggen. Dus dan in totaal hebben we vijf dingen, als we bij de notaris zijn, die we dus onder jullie moeten gaan verdelen. Ja. Oké. Nou, dankjewel Anja. Ik ga even verder. Ja, is goed. Oké. Hey, doeg. Ongelooflijk, hè? Die geloof je toch niet? Nee. Echt. Nou, ik heb toch zeker wel een keer of drie gevraagd. Ja, dit is verbijsterend, vind ik het. Ja. Het liegen begint met de keel uit te hangen. Tijd om Anja te laten weten dat ze ontmaskerd is. Dag Anja. Ik had je net aan de lijn. Ik kan eruit zetten, dat vind ik niet leuk. Ik heb de lijn gehad. Inderdaad. Anja, wat ik niet zo leuk vind, is dat ik mijn best doe om het goed te regelen. Dat we eruit gaan komen. En dat jij gewoon dingen vertelt die niet waar zijn. Zeg het eens. Zeg het eens. Ja. Ik heb jou net een aantal keren gevraagd over de spullen die bij de notaris liggen. Ja, de camera blijft nu staan. Wat ligt er bij de notaris? Dat hebben wij al vorig jaar weggehaald bij de notaris. Je hebt het al weggehaald bij de notaris. Waarom vertel je me dat niet? Omdat ik dat gewoon in alle rust zou doen en heb ik met de notaris ook afgesproken. Ik heb het je net ongeveer vier keer gevraagd of het bij de notaris was en je liegt gewoon. Ja, weet je... Wat heeft dat nou voor zin? De telefoon is het ook al zo vaak gevraagd. Ik denk van ze weten het al aan. Ik doe mijn best om het op te lossen. Jij zegt ook dat je dat graag wil. Ja, maar en dan gaat het niet gebeuren. Als je het niet uit of ik het waar ik het heb. Ik ga het je duidelijk maken. Die spullen, die heb je nog. Ja, natuurlijk. Zullen we die terugbrengen naar de notaris? Nee, dat doe ik niet. Katelijne, wat is nu de volgorde? Weet je wat de juridische consequenties daarvan zijn? Nou, zeg het eens. Nou, als je bestanddelen van de boedel, waaronder dus de sieraden... Maakt dat niet uit. ...verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt... Dat heb ik toch... Dan verbeur je je aandeel daarin. Ja, want je hebt je verzwegen. Je hebt niks gezegd. Je hebt heel lang niks gezegd. Totdat wij hier staan. Ja, weet je, ik denk juridisch dat je daar zomaar aan kunt komen. Je hebt niks gezegd. Je hebt nooit gezegd, ik heb ze. Dus je hebt ze in ieder geval verborgen gehouden. Ik wil het nog steeds op de goede manier oplossen. We zitten op dit moment zitten we op het punt... Ik zeg ook niet dat ik het niet wil oplossen. Ik heb alleen de sieraden, of het nou daar in de kluis ligt of bij mij. Dat wil nog niet zeggen dat ik niet bereid ben om het te delen. We kunnen twee dingen doen. Jij weet precies, heb je alles nog? Ja, natuurlijk. Dat gaat terug naar de notaris. Mijn broer zegt, we gaan het gewoon verkopen. Dan kun je het bedrag gewoon delen, dan is het ook klaar. Dat is niet zoals het hoort, dat weet je heel goed. Dat weet ik, maar dat was zijn plan. En ik denk dat het slimste is om die spulletjes even bij elkaar te zoeken, terug te brengen naar de notaris. Ik ga het even met mijn broer overleggen. Anja pakt de telefoon om Jan te bellen. De sieraden liggen bij jou thuis en die willen ze ophalen. Oh, Jan, hallo, met Dennis van de Geest. Ik zit er toevallig naast. Oh ja? Ja, hé Jan. Het makkelijkste is als die sieraden gewoon nu even of bij mij terechtkomen vandaag. Dan kan ik die terugbrengen naar de notaris. Je broer hangt op. Oh, ja. Het is ongelooflijk. Ik vind het ongelooflijk dat jullie dit op deze manier doen. Ja, maar echt. Ik doe alles mijn best om het op te lossen voor jullie. En dan krijg ik dit. Ik vind het echt ronduit belachelijk. Zullen we dan afspreken? Aanstaande maandag liggen die sieraden weer bij de notaris. Dat overleg ik even. Ja. Maar de sieraden worden niet terugbezorgd. Voor Gea zit er nu niets anders meer op dan naar de rechter te stappen. De ervaren erfrechtadvocate meester Johanna Six neemt de procedure op zich. Gea is erfgenaam samen met haar broer en zus. En als je niet samen in overleg kan verdelen, dan kun je een procedure aanspannen waarbij je aan de rechter vraagt om de verdeling vast te stellen of te bepalen. Maar in ieder geval om daar iets van te vinden. Als jij spullen verduisterd uit een nalatenschap, dan raak je je recht erop kwijt. Dus stel dat de sieraden er nog zijn, dan heb ik gezegd, dan moeten alle sieraden naar Gea. Want Jan en Anja,
die zijn hun recht kwijt, want die hebben ze verduisterd. In die procedure is een vervelende ontwikkeling. Anja beweert namelijk dat ze de sieraden heeft verkocht. Ook heeft meester Six ervoor gezorgd dat de 190.000 euro van het huis, dat elk moment uitgekeerd zou worden, vast blijft staan totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Het voordeel is ook dat als al het geld vaststaat en de rechter zegt bijvoorbeeld van nou, Gea krijgt een extra bedrag voor de sieraden. En de waarde van de auto die door Jan verkocht is, die moet ook nog worden verrekend. Ja, dan krijgt Gea natuurlijk meer dan een derde. En als dat geld vaststaat, dan krijgt ze dat ook meteen op die manier uitgekeerd van de notaris als de rechter de uitspraak heeft gedaan. Op 7 december 2022 wijst de rechtbank Assen tussenvonnis. De rechter gelooft er niets van dat Anja de sieraden heeft verkocht en beveelt dat Jan en Anja 4 van de 5 sieraden binnen 2 weken terugbezorgen bij de notaris. Dit op straffen van een dwangsom van maximaal 10.000 euro. De discussiering, zoals ik hem maar even noem, mag Anja in afwachting van het eindoordeel van de rechtbank in haar bezit houden. En zoals de rechter goed aanvoelde, blijken de sieraden er inderdaad nog te zijn. Want na het onheilspellende tussenvonnis worden ze spoorslags terugbezorgd bij de notaris. Voor Gea is dat enorme winst. De tastbare herinneringen aan haar ouders, die Gea al verloren waande, zijn terug. En de positie van Jan en Anja voor de rechter wankelt. De rollen zijn omgedraaid. En dat leidt ertoe dat Jan en Anja eieren voor hun geld kiezen. Via hun advocaten laten ze weten nu toch open te staan voor onderhandelingen. Kan deze uit de hand gelopen erfenisruzie dan eindelijk worden opgelost? Erfrechtdeskundige Katelijne van Barneveld neemt de onderhandelingen op zich. En dan is het de vraag, ben jij bereid om de vrachtwagen naar Jan te laten gaan? Want dat is de 7e en dat verdeelt dan niet lekker. Dus Jan is de zoon, die kreeg dan de vracht. Maar dat is een vraag aan jou. Nee, Jan heeft zich teruggetrokken, het is klaar. Nee, de vrachtwagen. Zonder vrachtwagen, oké. Okay. Dan is dit de uitkomst. Vooralsnog. Geld wordt verdeeld. Breitling zekering naar Jan. Die houdt daarmee op. En dan gaat de bedelarmband met de bedeltjes die overblijven, die van jou zijn, naar jou. En die ring die heel goed is nog. Dus zeg maar die niet kapot is. Ja. En het 5-gulden ding gaat naar Anja en de kapotte ring. En 3 bedels. Ja, dan blijven er nog 3 bedels over. Nee, 3 bedels gaan naar Anja en 3 bedels gaan naar jou. En dus de 4e vrachtwagen gaat ook naar jou. Ja. Gelukkig gaan Anja en Jan akkoord met Gea's laatste tegenvoorstel. Nou, weet er ook. Ik ga niet met hun aan tafel nee, zitten. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. We zijn eruit. Ik hoef niet meer. Dat hoeft niet. Dat willen zij ook niet. Maar dat hoeft ook niet. Meester van Barneveld stelt snel een document op dat door alle partijen getekend wordt. En daarmee komt een jarenlang slepend conflict tot een einde. Dan ga ik nu naar Jan Anja. Ja. En ook zij zetten hiermee een punt achter de discussie. Een mooie dag vandaag. Ik ben op weg naar de notaris hier in Assen. Ik ga de sieraden ophalen. Ja, daar kan het allemaal om gaan. Ik ga Gea gelukkig maken. Goedemiddag. Wat leuk jou weer eens even te zien. Ja, inderdaad. Mag ja. Binnenkomen? Ja, zeker. Kom verder. Goed nieuws, hè? Ja. Ja, hadden we ooit nog verwacht dat ik dit in mijn handen zou hebben? Nee. Nee, maar het is wel zo. Ja, staat beter in jouw handen. Oh, kijk eens. Ja. Nou, je bent heel blij mee. En misschien we toch nog wat van terug. Ja. Kijk eens even, hoe mooi. Dat is hem dus niet gelukt om alles van mij af te pakken. Zeg ze even, tegen alle kijkers. Hè? Ja. En zo is het maar net. Ja, dit is het resultaat. En niet alleen dit, want nu krijg je natuurlijk ook nog de 60.000 euro. Ja, dat hoort erbij.
Eindelijk. Hoe voelt dat? Eindelijk. Echt, hè? Na zoveel trammelaars. Ja. Zo, eind goed. Al goed voor Gea.